Dit programma wordt u aangeboden door Bakker Kamerbemiddeling. Het is maandag 11 augustus, dag 1 van de Keiweek. De hele week zullen wij mooie reportages maken van wat hier allemaal gebeurt. Hebben we er zin in? Hey! Ik sta hier op de vismarkt bij de grote informatiemarkt die hier gaande is. Maar daarover zie je later meer. Eerst gaan we naar Marloes en die staat bij de daginschrijving. Ben je al helemaal ingeschreven? Ja, helemaal. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. En waar kijk je het meest naar uit? Naar de songs. Ja? Ja. Want je houdt een beetje van zingen? Ja, heel erg. Het wordt meer een beetje brallen, denk ik, als je wat drankjes op hebt. Ja, maar dat komt allemaal goed. En wat verwacht je ervan? Ik denk dat echt het gewoon één groot feest wordt. Eén groot feest? Ja. Dat is wel een beetje het idee natuurlijk. Super, super, super gaaf artiesten en ik ben benieuwd. Ga je een beetje chicks versieren? Sorry, wat ga ik? Ga je een beetje vrouwen versieren, meisjes versieren? Ja, ze moeten eigenlijk mij ook versieren, ik bedoel. Maar dat is wel de bedoeling ook, ja. Heb je een beetje zin in de Keiweek? Oh ja, tuurlijk. En weet je al wie je keigroepje is? Nee, nog niet. Ben je een beetje nerveus? Een beetje, niet. Zie wel. En waar kijk je het meest naar uit van de Keiweek? Ik kijk, ja, ik weet niet, gewoon de culturele dingen. Ik heb me ook ingeschreven bij een cultuurgroepje. Dus ik denk gewoon dat lijkt me het leukste allemaal. Gewoon zien de cultuur van de omgeving. Cultuur in de omgeving, niet zuipen? Nee, ik hou van biertjes nu en dan, maar komen zuipen en zo, dat soort dingen, dat is niet mijn stijl. Nou, dan ben je de eerste vandaag die we tegenkomen, die voor de cultureel. In ieder geval heel veel plezier. Bedankt. Max, ben je een beetje uitgerust voor deze drukke week? Zeker. Afgelopen weekend heerlijk geslapen en nu zijn we klaar om de hele week te gaan shinen. Je hebt er een heel jaar naartoe gewerkt. En hoe voelt het nou dat dit nu gaat beginnen? Een weekje voor een heel jaar? Ja, een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant denk ik van wow, nou nu is die week dan ook echt. Dat voelt ook een beetje raar. Maar aan de andere kant is het echt een heel mooi gevoel om echt alles op zijn plek te zien vallen. Ben je ook een beetje zenuwachtig? Gezonde spanning. Gewoon heel veel zin in om deze week helemaal tot een succes te laten eindigen. Wat is nou echt het ding wat je mee moet maken deze week? Ja, het advies is natuurlijk alles meemaken, zoveel mogelijk meepakken. Maar morgen het evenement Keizer Future is echt heel vet met bijvoorbeeld Jord Kelder en andere leuke sprekers die er komen. Verder het Open Air Festival op donderdag, wat dit jaar in het Stadspark is. En het eindfeest op vrijdag, wat ook groter wordt dan ooit. Ga je zelf ook een beetje genieten of ben je alleen maar druk aan het regelen allemaal? Nee, voor mij zelf valt het wel mee. Ik zorg gewoon dat ik overal bij ben en ik zoek zeker mijn momentjes om te gaan genieten. Ja. Dan stiekem straks ook nog wel een paar biertjes wegtikken. Nee, dat niet helaas. Dat gebeurt na de Keiweek pas. Yay. Groningen is top, dat mogen duidelijk zijn. Maar als nieuwkomer moet je natuurlijk nog allerlei gekke plekken ontdekken. Deze week laten we je elke dag zien wat onze stad nou zo gaaf maakt. Spots waar jij een groot gedeelte van je studententijd gaat doorbrengen. We zijn hier bij Sportcentrum De Aklo, vlakbij het Zernikecomplex. En dat is een plek waar je heerlijk kan sporten. En ik ga je laten zien hoe leuk het hier eigenlijk is voor de nieuwe student. Je hebt hier in de Aklo dus ook een fitnesszaal. En je hebt alle faciliteiten die je maar wenst. Gewichten, een fiets. Je hebt daarvan alles. Je kan eigenlijk alles doen waar je maar zin in hebt. Voor de echte tennisfanaten onder ons is dit de place to be. Want het kan hier op het tennisveldje achter me. Al zit ik liever op de tribune. Ik ben helemaal uitgeput, ik ga lekker naar huis. Maar sowieso dat jij komend jaar nog vaak op deze locatie bent. Tijdens de Keiweek word je steeds lekker gemaakt door allerlei studentenverenigingen die jou willen strikken voor hun club. Omdat de grote jongens je toch wel zullen opvallen, laten wij je deze kei elke dag één minder bekende vereniging zien. Elke sociëteit stelt zich voor en krijgt 10 seconden de tijd voor een verkooppraatje. Vandaag gaan we langs bij Cleopatra.
De Algemene Studentenvereniging Cleopatra is opgericht in 1985, gehuisvest in de Kleine Pelse Straat en telt op dit moment zo'n 250 leden. En dit is de vicevoorzitter Nanda. Vertel eens, wat is er zo bijzonder aan Cleo? We hebben geen ontgroeningen, geen verplichtingen. Iedereen is gelijk volwaardig lid en we doen niet aan hiërarchie. Het moet gewoon gezellig zijn. Elke vereniging heeft natuurlijk zijn eigen symbolen, tradities of reliquieën. Dus kom maar op. Bij Cleo hebben we iets met preien. Niemand weet precies meer waarom, maar we doen er van alles mee. Zo hebben we een preiweek, dat is de week voor de keiweek. We hebben het spel Preimappen, dat is het introductiespel. En we hebben natuurlijk ook ons jaarlijks festival, Preipop. Waar 2 dagen lang bands uit de omgeving, maar ook uit heel Nederland komen optreden en hun talent laten zien. Oké, meisje met de prei, laat jij je verkooptalent maar even zien. Je hebt 10 seconden om het te overtuigen om lid te worden. Cleopatra is een vereniging waar iedereen gelijk geaccepteerd wordt en iedereen welkom is. En waar je eigenlijk gelijk volwaardig lid bent. En, ja, we doen niet aan hiërarchie, maar we doen wel een leuk feestje. We staan hier bij Veracles en deze lange jongen gaat me uitleggen wat dat is. Veracles is een studentenvolleybalvereniging die waarbij je kan volleyballen, maar ook toch de gezelligheid van de studentenvereniging tegelijkertijd kan ervaren. En dan hebben jullie hier een mooie bal hangen. Ja. Kun je mij misschien voordoen hoe dat hier moet? Jazeker. Dit is een soort smash-constructie waarbij je kan testen hoe hard je kan slaan. Ik wil het wel eens proberen. Nou, zit je haar goed? Mijn haar zit oké, toch? Zit oké? Ja, ik vind het wel, maar misschien moet je even je collega's vragen. Ja, jongens, ik heb homo-advies nodig. Zit mijn haar goed? Fireball. Hier om de keiweek te lopen, ja, dat klopt, of niet? Ja. Ja. En heb je er een beetje zin in? Ja, hartstikke veel zin in. Lekker weertje, ik ben wel moe. En heb je onderhand ook al een kamer gevonden? Nee, nog niet. Oké. Okay. Ja. En heb je al hier op de informatiemarkt leuke dingen gevonden die misschien voor jou in de toekomst hier in Groningen leuk zijn? Nee, nog niet. Waar gaan jullie naar op zoek hier op de informatiemarkt? Sportverenigingen vooral. Informatie bij sportverenigen. En in mijn geval, ik heb even naar roeien gekeken, zeilvereniging. En dat is eigenlijk wel. Dat zijn de 2 verenigingen waar wij nog even over nadenken. En lukt het al een beetje om mensen binnen te halen hier? Ja, het begint nu een beetje storm te lopen. Er zijn heel veel mensen die interesse hebben. Veel die nog twijfelen of ze selectie willen gaan doen of niet selectie willen gaan doen. Of het combineren valt met een studentenvereniging. Dus veel twijfelen nog, maar ik verwacht zeker op de Sportmarkt woensdag het grootste aantal inschrijvingen. En je hebt alles al gezegd. Nou, dit is een leuk item. Fireball. Het was hartstikke gezellig hier op de vismarkt. Goede voorbode dus voor een mooi feestje vanavond, de grand opening. Maar hoe dat afloopt, zie je morgen in weer een nieuw Keisjedaal.